Goedemiddag allemaal. Eerst en vooral zou ik even willen bedanken aan de organisatie voor de fantastische dag die er al geweest is. Ik heb ongelooflijk veel bijgeleerd en ik hoop dat dat voor jullie ook geldt. Nu, vandaag wil ik het met jullie even hebben over WordPress Security. Nu, wie ben ik? Ik ben Brecht, uiteraard. Ik werk bij Combel, een Belgisch hostingbedrijf, waar ik eigenlijk al 7 jaar ondertussen op de supportdienst zit en waar ik me gespecialiseerd heb in WordPress, maar ook in security. Dus vandaar. Ik heb ook een boek geschreven, een kleine e-book over hetzelfde onderwerp. Nu, gewoon even een kleine vraag. Gewoon door middel van hand opsteken. Wie heeft er al eens geconfronteerd geweest met hacking? Wiens site is gehackt geweest? Ja. Dat is behoorlijk wat. En bij wie van die mensen kwam het meer dan eens voor? Ja, oké. Eens even een kleine technische onderbreking. Hopla. Dankjewel. Ah, alsjeblieft. Oké. De spijtige realiteit is dat we tegenwoordig meer en meer geconfronteerd worden met hacking op WordPress. En is dat een probleem van WordPress? Ja en nee. Is WordPress nog veilig? Absoluut. Er zijn een aantal soorten hacks waarmee we geconfronteerd worden. Het zijn er eigenlijk, zijn ze terug te brengen tot een viertal soorten. We hebben de backdoors en shells. Dat zijn hele leuke venijnige scriptjes die ergens in je code worden gestoken. En wanneer men die aanroept, kan de hacker allerhande functies gaan uitvoeren. Of data ophalen uit je database, wat dan ook, je admin wachtwoord veranderen, zulke dingen. We hebben de pharma hack. Dat is ook een hele venijnige. Op zich gaat je website er niet echt, ze gaat er niet anders uitzien, maar in je zoekresultaten krijg je plots allerhande verwijzingen naar allerlei medicatie en pillen en andere zooi. En dat wil je absoluut niet hebben. Dan heb je drive-by download, dat is ook zoiets. Op zich, je site gaat blijven werken, maar elke bezoeker krijgt een klein malafide bestand naar zijn PC gedownload of naar zijn Mac gedownload, waardoor dat die in wezen gewoon geïnfecteerd wordt, wat ook een kleine ramp is. En dan hebben we ook nog malafide redirect. Dat is iets dat heel vaak voorkomt wanneer je bijvoorbeeld een websitebezoeker hebt die via Google naar je website komt. Als je rechtstreeks via de URL gaat surfen naar je site, ga je niks zien. Komt die via Google of via een andere zoekmachine of via een bepaalde browser, dan wordt die geredirect naar porno of andere soorten zaken. Dus dat is het zo. Nou, dat zijn eigenlijk de 4 hoofdsoorten van infecties die we zien. Nu, hoe geraken ze binnen? Dat is minstens een even belangrijke vraag. Nu, ik baseer mij op cijfers van WPMU.dev, de meesten onder jullie waarschijnlijk wel bekend. Die cijfers gaven aan dat maar liefst 50% van alle infecties gebeurt door middel van lekken in thema's of plugins. Dan nog eens 25% komt eigenlijk voort uit het gebruik van verouderde versies van WordPress. En dan heb je nog een deel, ook ongeveer een 25%, daar zit al de rest onder. Maar in hoofdzaak kan je dat ook terugbrengen tot 2 zaken. En dat is enerzijds serverkant en anderzijds meestal de gebruiker. Nu, hoe gaan we dat oplossen of hoe gaan we dat aanpakken? Om eerlijk te zijn, je kan de meeste mensen gaan een WordPress security plugin installeren, dat is allemaal goed. Maar dat is maar een derde van hetgeen wat er eigenlijk moet aangepakt worden. WordPress security zit zich eigenlijk op meerdere vlakken. Je hebt WordPress, maar je hebt ook de server en je hebt ook je gebruikers en eventuele externe factoren. Daar komen we later nog toe. Nu, security binnen WordPress. Absolute basis is eigenlijk vrij vanzelfsprekend. Je voorziet minstens 1 security plugin. Logisch, iTeams, WordFence, Security. Je gebruikt sterke wachtwoorden. Ik hoop dat dat geen nieuwe informatie is voor de mensen hier in de zaal. Ik denk dat dat vanzelfsprekend is. En dat admin-gebruiker uit een boos is, dat hoef ik ook niemand hopelijk meer te vertellen. Maar daar kan je ook nog een stap verder in gaan. Gebruik two-factor authentication. Dan ga je je website eigenlijk al een pak beter gaan beveiligen tegen bijvoorbeeld brute-forcing aanvallen. Inactieve thema's en plugins zijn iets wat ik bij het bedrijf waar ik werk heel vaak zie als oorzaak voor hacks. Heel wat mensen denken van, oké, ik gebruik die plugin niet, die staat inactief, die kan geen kwaad.
geen waar. Verouderde code die inactief is, maar wel aanwezig is, is evenzeer te misbruiken om je website te gaan hacken. Dus zolang dat die code aanwezig blijft, ben je in essentie kwetsbaar. En dit kan ik niet genoeg benadrukken, updates. De laatste, laten we zeggen, 100 hacking cases die ik bij Combell nu behandeld heb, daar was ongeveer een 60% ervan ten gevolge van verouderde versies. Ik heb afgelopen week nog 2 websites moeten behandelen die respectievelijk WordPress 3.4.1 en 3.5.2 draaiden. Met tot gevolg dat daar meer dan 2000 infecties in zaten. Dat is logisch. Maar het probleem is dat, godzijdank tegenwoordig, als je een nieuwe website bouwt in WordPress, alles gaat automatisch. Met de oudere versies was dat nog niet zo. En je moet ook het geluk hebben dat je klant verstandig genoeg geweest is om updates te gaan installeren. Maar we weten, denk ik, bijna allemaal, vooral de mensen die websites bouwen voor anderen, of die code overnemen die gebouwd is door iemand anders, dat dat niet altijd het geval is. En ook, tweak nooit geen core files. Het is gekend als best practice. Maak een child team, maak een eigen plugin waarin je je aanpassingen steekt. Maar doe het alsjeblieft niet in de core files zelf. Want het moment dat je dat gaat gaan doen, ik beken, toen ik zelf begon met WordPress heb ik het ook gedaan. Iedereen, denk ik, die het gedaan heeft, het is altijd sneller om het meteen in de WordPress core aan te passen. En dan even geen updates meer te doen. Maar dat is echt vragen om problemen, zeker vandaag. Nu, op serverniveau zelf heb je ook verschillende zaken die je kunt gaan doen. Ik ga er een aantal uitlichten. Je hebt een aantal tweaks die je in de wp-config kunt gaan doen. Je hebt een aantal aanpassingen die je door middel van de htaccess-file kan gaan doen. De rechten en ook over robots.txt ga ik nog even een en ander vertellen. Nu, in de wp-config maak ik meestal 2 aanpassingen. Ik heb de disallow file edit, waardoor dat je eigenlijk ervoor gaat gaan zorgen dat je klant in de backend niet kan gaan rommelen in de broncode van thema's of van plugins. Nu, op zich voor je klant moet je daar bijna geen schrik voor hebben. Maar wanneer wordt dit wel relevant, is als je klant geen two-factor authentication gebruikt en een zwak wachtwoord. Als hackers het wachtwoord van je backend kunnen achterhalen en ze hebben de file editor actief staan, kunnen ze meteen hun malafide scripts injecteren in de aanwezige themafiles of plugins of wat dan ook. Dus dit schakel je best uit. Een andere die ik graag doe, is eigenlijk de Define WP Auto Core, Update Core met bijkomende filters erbij. En daarmee ga je eigenlijk de updates gaan forceren, niet alleen van WordPress, zowel kleine als major releases, maar ook van plugins en van thema's. Omdat nog niet alles meegenomen wordt in de standaardconfiguratie in zaken updates. Al zijn we daar wel heel snel naartoe aan het evolueren en dat is een goede zaak. Maar met deze tweaks kan je eigenlijk vrij eenvoudig de updates automatisch laten gebeuren. Via htaccess kan je een aantal zaken gaan blokkeren. In dit geval, in dit voorbeeld, blokkeren we de includes. Om ervoor te zorgen dat die gewoon niet toegankelijk zijn voor mensen met malafide intenties. Stel dat je het geluk hebt om een unieke IP te hebben. Het zij bij je klant of jezelf. Kan je altijd met de htaccess de toegang tot de wp-admin-map gaan blokkeren. Of gaan limiteren liever tot enkel jouw IP-adres of een aantal IP-adressen. Dus dat is ook altijd een zeer goede manier. Maar helaas werken we bij de meeste internetproviders met dynamisch toegewezen IP's. Dus dit is niet altijd van toepassing. Track and trace is ook een zeer goede om te gaan blokkeren. Nu, ik zie heel veel mensen foto's nemen. Zo dadelijk na de talk stuur ik ook nog een tweet uit naar mijn SlideShare-account waar dat die slides ook gepost staan. Kan je het gewoon copy-pasten. Dat zal misschien handig zijn. Dus die track and trace zorgt er eigenlijk voor dat je, dat is eigenlijk gewoon een manier om je broncode en je website te gaan doorzoeken. Dus door die te gaan blokkeren kan je eigenlijk gaan vermijden dat er bijvoorbeeld een cross-site scripting attack zal worden uitgevoerd. Een andere die ik heel vaak doe is de htaccess in de wp-content/uploads. Dat is een afzonderlijke htaccess die ik plaats. En daarmee vermijd ik eigenlijk PHP-executie. Waarom is dat?
Gewoon weer uit ervaring heb ik gezien dat er heel vaak, wanneer men backend access krijgt, bijvoorbeeld door brute forcing, gaat men PHP-files gaan uploaden. Het punt is dat die via de upload-functie uiteraard in de uploadsmap terechtkomen. Dat is logisch, standaard gedrag van WordPress. Maar door die htaccess daar te houden, vermijden we dat ze deze files kunnen aanroepen en kunnen uitvoeren. Want meestal als zoiets geüpload wordt, dan zien we dat het een backdoor is om nadien altijd je wachtwoord te kunnen wijzigen of om je site spam te kunnen laten versturen of wat dan ook, of een shell. En door die htaccess daar te plaatsen, kan je eigenlijk die executie ervan tegengaan. Nu, dit is eigenlijk absolute basis, maar ik steek het er toch graag even tussen, want ik zie heel vaak, en dat is vooral wanneer ik het heb over shared hosting dan, heel wat van onze klanten beheren WordPress volledig zelf, met alle gevolgen van dien. Dus wat zeggen ze? Oké, we krijgen een fout op de rechten, we gooien het even op 777. Alsjeblieft mensen, doe dat niet, want dat is miserievragen. Dus, het is daarin eigenlijk een beetje aan ons om onze klanten, hoe moet ik het zeggen, enigszins te gaan opvoeden en echt wel te laten merken van dit is uit een boze, dit kan niet. Robots.txt. Het spreekt eigenlijk voor zich. Dit zijn een aantal instructies die je kan geven aan crawlers om eigenlijk een aantal mappen die vrij kritisch zijn te gaan overslaan, zodat die niet geïndexeerd worden, dat de inhoud van die mappen niet via zoekmachines kan teruggevonden worden. Vooral wanneer het gaat over de WP Includes, WP Admin, kan dat een zeer interessant iets zijn. WP Content ook. Nu, ik vermoed dat er een aantal mensen die heel sterk inzetten op SEO me nu gaan afschieten. Want je ziet ook dat ik disallow WP Content zet. Wat voor de plugin van bijvoorbeeld Yoast een vrij groot probleem zou worden. Daarvan moet ik ook de nuance maken dat WordPress Security is altijd een beetje geven en een beetje nemen. Het is altijd kiezen of delen. Je gaat nooit perfect alles kunnen toetimmeren en toch de volledige functionaliteit van elke plugin of elk script dat je voor je WordPress hebt geschreven kunnen blijven garanderen. Dus het is altijd een afweging maken van hoe ver ga ik met mijn security, hoe veilig wil ik het hebben en hoeveel van mijn functionaliteit moet er nog overeind blijven. Want als je dit bijvoorbeeld implementeert, is de kans heel groot dat de plugin van Yoast bijvoorbeeld helemaal niks meer doet. En dat zou zonde zijn. Dan hebben we nog het derde luik. En dat zijn de gebruikers en externe factoren. Nu, tegenwoordig vroeger zag ik heel vaak dat er injecties kwamen door zwakheden in CMS, en dan niet alleen bij WordPress, maar ook bij Joomla of bij Drupal of wat dan ook. Tegenwoordig komt dat minder voor. Akkoord, we hebben dit jaar een groot lek gehad in WordPress. Akkoord, we hebben er vorig jaar 2 gehad in Drupal. Er zijn occasioneel wel eens een aantal nieuwe lekken die naar boven komen. Maar toch is dat niet de meerderheid van de oorzaken van de hacks. Heel vaak zien we dat klanten bij ons bijvoorbeeld gehackt worden omdat ze iets wat ik heel vaak hoor bij de support is, ja, maar ik heb een Mac, ik heb toch geen antivirus nodig? Zo'n dingen, daar komt mijn haar van recht, om eerlijk te zeggen. Dat begrijp ik niet, dat is iets dat anno 2015 echt niet meer kan. Het punt is dat als je je eindgebruiker toegang geeft tot je backend en dat hij dus genoodzaakt is om een gebruikersnaam en een wachtwoord bijvoorbeeld in te voeren, zou eigenlijk die persoon zijn PC of Mac of wel eender welk toestel dat hij ook gebruikt om toegang te verkrijgen, zou die echt volledig beveiligd moeten zijn. Want heel vaak zie ik dat er hacks komen, bijvoorbeeld omdat FTP-wachtwoorden gestolen zijn door een lek in Adobe Reader. Dat zijn zaken die eigenlijk heel makkelijk vermeden kunnen worden. Iets anders wat we heel vaak zien terugkomen, en dat is iets dat de laatste maanden op Mars aan het maken is, zijn eigenlijk keyloggers die verscholen zitten in cracks voor gevonden software. Dus iedereen vindt wel eens Photoshop op het net of wat dan ook. Maar hou er rekening mee dat die gekraakte versies gemaakt zijn, dat die validatiealgoritmes omzeild zijn door mensen die vrij goed zijn met scripts. En door die applicaties te runnen, krijg je soms wel eens iets meer mee dan enkel en alleen een omzeiling van de beveiliging van het softwareproduct. En ook hier
telt weer dezelfde redenering, updates. Als je, ik had vorige week nog iemand aan de lijn die in een bedrijf, ik ga geen namen noemen, het is nogal pijnlijk, die, waar ze net de PC's geüpdate hadden naar Windows XP. Vorige week. Dan moet ik je ook niet gaan vertellen, gezien dat dat eigenlijk minimum aan updates nog krijgt, eigenlijk geen meer ondertussen trouwens, dat dat een compleet beveiligingscatastrofe is. Het is echt niet moeilijk om zo'n PC te gaan misbruiken om je WordPress logingegevens of wat dan ook te gaan achterhalen. Dat zijn dingen. Zorg ervoor dat elke PC altijd de laatste software draait, dat niet alleen het OS, maar ook alle andere applicaties op die PC up-to-date zijn. En uiteindelijk komt dat spijtig genoeg meestal neer op het heropvoeden van onze eindgebruiker. Nu, daarnaast kunnen we ook gaan werken met bijvoorbeeld CDN. Ik geef u nu het voorbeeld op van Cloudflare, omdat dat er een is die ik zelf gebruik. Het is ook een die waarvoor er een gratis formule beschikbaar is, dus dat is ook altijd leuk. En de reden waarom dat ik Cloudflare specifiek opgeef, is omdat die niet alleen aan content distribution doen, maar anderzijds hebben zij ook een aantal hele goede anti-malware en anti-aanval preventiemechanismes in plaats. Dus ze kunnen bijvoorbeeld bepaalde types injecties, bepaalde DDoS-attacks, kunnen zij ook gaan afblokken voor jou. En dat neemt eigenlijk een deel van de dreigingen al weg, nog voor ze aan je server komen. Wat altijd mooi meegenomen is. Dan, en dat is nog iets wat ik, waar ik heel enthousiast over ben, zal ik maar zeggen. We hebben penetration testing. Nu, als jullie een website opleveren, hoeveel van jullie doen er aan penetration testing voor het naar de klant gaat? Ik zie een aantal handen, maar nog lang niet zoveel als dat ik gehoopt had. Er zijn twee mogelijkheden om dat eigenlijk goed te gaan doen. Enerzijds kan je ofwel bijvoorbeeld WP-scan gaan installeren op een Linux-doos. WP-scan is gewoon een command line tool die een scan gaat gaan uitvoeren van je WordPress en die eigenlijk meteen gaat gaan kijken van oké, welke versies zijn het, welke plugins draaien er, welke thema's zijn er. En de gevonden resultaten gaat hij gaan afchecken aan meerdere databases om te zien van zitten er gekende vulnerabilities in. En als je dat eigenlijk al weet, dan kan je eigenlijk op basis daarvan al preventief een aantal zaken gaan vermijden. Nu, wanneer wij bij Combell bijvoorbeeld een gehackte website krijgen, een WordPress, dan is bij onze procedure om eigenlijk eerst MALDET erop te laten lopen. Malware Detection Scanner is dat. Dat is een open source script op basis van Clama V onder andere. En die kan al behoorlijk wat malafide files vinden, maar nog lang niet alles. Nu, als het dan over WordPress gaat, dan gaan we in tweede instantie gaan kijken met WP-scan. Dat is een passieve scan die we daarop uitvoeren, want je kan ook een actieve scan doen, maar dat is eigenlijk in essentie hetzelfde als een DDoS. Die gaat zodanig veel requests naar je server sturen dat die gewoon helemaal down gaat. Dus dat wil je niet. Dus, en dan gaan we eigenlijk op basis daarvan gaan kijken van waar zitten de kwetsbaarheden en dan leveren we dat in combinatie met dan de gevonden malafide files aan. Nu, niet iedereen heeft ook een eigen Linux-server op dat hij dit kan gaan installeren. En dan kan je eigenlijk terecht bij Security voor hun sitecheck. Dat is eigenlijk, doet dat in grote lijnen hetzelfde als de WP-scan. Je gaat ook gaan testen van, oké, zitten er vulnerabilities in? Is er malafide inhoud die gevonden wordt op die site? En op basis, en daar krijg je dan eigenlijk een heel mooi rapport van. Op basis daarvan kan je, zelfs al heb je absoluut geen kennis van Linux of het configureren van een package op een server, kan je toch eigenlijk aan de slag met deze applicatie, die gewoon gratis te gebruiken is. Waarvoor dank aan de mensen van Security. Vragen? Ik weet niet of dat er... ik heb het een beetje gecondenseerd gehouden, want het probleem is dat je WordPress Security kan je nog niet op een uur beknopt uitleggen. Dus ik hoor liever enkele gerichte vragen. Eerst een applaus voor Brett. Ik heb pas een paar websites op security getest en bij twee kwam het eruit dat de firewall niet goed was, maar wat betekent dat? Kun je de vraag herhalen? Een mooi antwoord. Oké, wel, dus de vraag was van
een aantal sites getest waren op die security. Ik vermoed dat het de sitecheck zelf was die je gebruikt hebt, of was het een... Nee, gewoon de website zelf, de URL. Oké. Wel, dat is een goede vraag, want ik heb die fout nog nooit gehad, om eerlijk te zijn. Dus ik zou het je niet kunnen zeggen. Maar ik denk als we het... Hij weet het. Oké. Ja, ik heb meteen een vraag, maar ik zal even antwoorden op deze. Security heeft twee producten, de antivirus-scan en een firewall. Mm-hmm. En als je denkt aan upsell, is het antwoord eigenlijk hiermee al gegeven. Oké. Okay. En de vraag, nogmaals dank voor uw fijne presentatie. Ik heb één eigenlijk opmerking bij het dichtzetten van de WP admin. Mm-hmm. Op zich goed, maar je vond het wel aankomen, denk ik. Ajax request. Ja. Die blokkeer je dan namelijk ook. Ja, klopt. Oké, vraag aan. Ja, wel, dus de vraag was van... op zich is het goed om die WP-admin te gaan dichtzetten, maar anderzijds blokkeer je daar Ajax-request mee ook. Klopt, is volledig correct. Er is niet echt een manier rond. Het is, zoals ik al eerder zei, het is altijd kiezen of delen. Je moet altijd keuzes maken. Het probleem is natuurlijk dat in de laatste versies van WordPress Ajax steeds belangrijker wordt. Dus hoe lang we die truc nog gaan kunnen blijven toepassen, is maar de vraag natuurlijk. Maar ja, er is niet echt ik heb er niet echt een antwoord op klaar, om eerlijk te zijn. Ik zou niet kunnen zeggen van, hoe kunnen we kunnen het wel gaan afschermen, maar ja, dan is het ofwel Ajax laten, ofwel zetten we het open met alle kwetsbaarheden tot gevolg. Dus het is, ja, kiezen. Dus dit uiteindelijk is... Alles WP-admin dicht, maar Ajax toestaan? Dus... Wel, nee. Dat is het issue eigenlijk, spijtig genoeg. Dus het is ofwel Ajax, ofwel de admin dicht. Dat is het probleem. Genoeg voor u, is antwoord. Andere vragen. WordPress Security. Ja, ik kreeg een klant en die heeft me dan een vraag in de maag gespitst. Die heeft eigenlijk een website versie 3.1. Ja, FTP zit dicht. Het moet via FTP-gegevens Insight bij het updaten al opgeven. Mm-hmm. Maar goed, dat lukt natuurlijk niet. Wat zou je aanbevelen? Zeg maar, steeds een hogere versie handmatig uploaden? Dat is inderdaad een zeer goede vraag. Dus de vraag was, er is een klant met een versie WordPress 3.1. Wat doe je? Om een idee te geven, het voorbeeld dat ik aanhaalde van die WordPress 3.4, die heb ik, omdat de klant eigenlijk niet capabel was om het zelf te doen, heb ik die volledig eerst gecleaned. Vervolgens heb ik die geüpdate naar WordPress 3.7 of 3.8. En dan eigenlijk de gewone automatische update-functie laten overnemen. Ik heb het gradueel gedaan. Nu, natuurlijk moet je voor jezelf de afweging maken. Hoeveel infecties zijn er? Daarvoor is een scan altijd handig. Maar ik zou persoonlijk zeggen, stel dat het minder dan 20 infecties zijn, schoon ze even handmatig op en doe de updates. Zo snel mogelijk. Zijn natuurlijk, zoals in mijn geval met die 3.4-klant, meer dan 1700. Dan heb ik er even een automatisch script op losgelaten om dat op te schonen, want handmatig ging ik dat echt niet gedaan hebben. En daarna updaten. Maar normaal gezien, bij klanten met zo'n grote orde aan infecties, zeggen wij gewoon van, spijt mij, maar begin maar opnieuw. Want meestal, dat zijn dan de gevonden infecties. Maar je weet ook dat scanners altijd een stap achterlopen, dat er altijd nog infecties zijn die je niet vindt. En het enige wat je dan kan doen, is handmatig de volledige broncode gaan controleren. Of toch op zijn minst de meest recent gewijzigde files. Maar we weten ook, WordPress bestaat uit vele duizenden en duizenden files. Met nog veel meer duizenden lijnen code, dat quasi onbegonnen werk is. We zijn er bijna, de mensen van zaal 2 gaan als wilde tijgers tegen de achterkant van de zaal. We kunnen nog één hele korte vraag doen. Die kan echt niet wachten. Korte vraag. Het is eigenlijk meer een opmerking over die WP-admin eigenlijk. Mm-hmm. Wat wij vaak doen is de WP-admin hernoemen. Dat is een andere naam. Ja. Heeft dat nut dan? Dus dan eigenlijk, dus de vraag was van, heeft het nut om WP-admin te gaan hernoemen? Wat gaan we nu doen? Wel, blokkeren, laat ik dat zeggen.
Nee, oké, okay, wel. Om eerlijk te zijn, komt dat eigenlijk een beetje neer op security through obscurity, door eigenlijk het een beetje weg te steken. Op zich is dat zeker geen slecht iets, maar je hebt gemerkt, ik steek het niet in mijn presentatie. En waarom niet? Omdat dat eigenlijk maar een extra laag mag zijn, eens dat je andere maatregelen genomen hebt. Bijvoorbeeld, je hebt al een plugin voor brute force protection, voor als firewall. Maar enkel dat bijvoorbeeld zou ik zeker en vast niet aanraden. Het is geen slechte zet, maar uiteindelijk met een aantal slimme trucjes, bijvoorbeeld met WP-scan, die je eigenlijk ook voor hackingdoeleinden kunt gebruiken, ga je dat eigenlijk binnen de kortste keren kunnen achterhalen. Dus dat is eigenlijk iets waar je als hacker op 5 seconden door bent, nog niet. Dus. Ik breng aan mijn shirt ook nog één mini-vraag. Het is een korte opmerking echt voor de robots met DXT. Ja. Dat is natuurlijk optioneel dat je daaraan houdt. Ja. Dus het is wel duidelijk handig voor Google en dergelijke als ze zich er netjes aan houden. Mm-hmm. Maar ja, als ik een Elgin-scraper gebruik, dus die eigenlijk, is dan helpt natuurlijk niet zo. Nee, klopt. Klopt. Het is inderdaad een volledig optioneel document. Maar als... Om eerlijk te zijn heb ik liever dat bepaalde van mijn files niet in Google terechtkomen door indexing. Dus dat, als ik al zo de trap kan, of de ene stap al kan wegnemen, ja, dan neem ik dat er graag bij. WordPress gurus all over the place. Ik zag hier staan 50% korting op het nieuw. Ik mag het niet zeggen waar. There you go. Mag ik een applaus voor Brett.